Ik sta in het Orange County Convention Center in Orlando, Florida, waar Citrix Synergy 2017 plaatsvindt. De boodschap is dat Citrix onze klanten kan helpen met de future of work, zoals wij dat noemen. Het is onze visie op waar de werkplek naartoe beweegt, de digitalisering van organisaties en de hele transitie naar de cloud. Dus we laten hier de technologie zien waarmee Citrix die klanten in staat stelt om dat soort doelen te verwezenlijken. Ja, er zijn eigenlijk twee grote categorieën van aankondigingen. Eén daarvan is onze strategie rondom security en security analytics. En de tweede is rondom de Unified Endpoint Management strategie, de AnyAny-strategie. Citrix is natuurlijk een organisatie die van oudsher zeer gecommit is aan onze partners. Hè. Onze partners die implementeren onze technologie, onze oplossingen bij klanten. Van oudsher gebeurt dat natuurlijk on-premises. Hè, maar die partners die zijn ook bezig om zich te transformeren in hun rol naar de toekomst toe. Hè, en daarover na te denken. En zich te positioneren voor een rol in de cloud. En als een klant naar de cloud gaat, dan betekent dat de klant natuurlijk niet meer de klassieke producten, hardware, et cetera, zal gaan kopen van de partners. Maar het verschuift. Die partners die zullen zich moeten concentreren op het leveren van aanvullende kennis en de klanten helpen met de implementatie in de cloud, helpen met het configureren van de werkplek in de cloud, het beheren van images en applicaties. Dus de rol van de partner die evolueert mee met de hele transformatie die de markt ondergaat eigenlijk naar de cloud toe op dit moment. Nou, en ja, er zijn hier relatief veel partners, ook vanuit Nederland. Dat doet ons natuurlijk heel erg goed. Maar die komen hier specifiek om te kijken hoe die ontwikkelingen zich eigenlijk voltrekken op dit moment. En ja, te leren wat hun mogelijkheden daarbinnen verder kunnen zijn. But the rapid pace of innovation and democratizing of cloud computing, AI and advanced analytics creates the most unprecedented opportunity for businesses of all sizes. We are showing a couple of things. We are showing the Citrix and Samsung collaboration, what we've done with the DEX station. So what we have is, with our new Samsung SA devices, we also launched something called as Samsung DEX. What that does to our Samsung devices is when you put the device into the DEX station and connect it to any monitor and keyboard, it converts that into a complete desktop experience. Now, coming to the keynote where we mentioned with Citrix, the thing that we're doing with them on the DEX side, what we are enabling using these mobile devices, using the Citrix VDI client, we are enabling accessing the resources, company enterprise resources, using the Citrix clients. Wij doen best een hoop met Citrix. We zijn een van de platinum partners in Nederland. En wij doen best wel veel Citrix trajecten bij onze klanten die nog steeds een on-premise omgeving hebben staan. Ik begrijp dat jullie ook betrokken zijn bij een case die genomineerd is voor de Innovatie Award. Ja, klopt inderdaad. Boskalis, daar zijn we bijzonder trots op. Boskalis is finalist voor de Innovation Award. Zojuist alleen gehoord dat ze het niet zijn geworden. Maar daar beheerden wij al de Citrix-omgeving en wij hebben ze gemigreerd naar Azure. Dus daar draait het nu en die beheren wij ook. Wij hebben een cloud-first strategie en wat ik heel erg vernieuwend vond van Citrix, omdat ze toch altijd heel erg on-premise zijn gefocust, dat ze zeggen cloud-first en dat uit de mond van Citrix. Dus ik denk dat echt inderdaad iets is waar wij ook zeker als Eaton het voordeel uit kunnen halen. En ook door de Citrix en Microsoft kennis die wij in huis hebben, klanten daar heel goed mee kunnen helpen. En wij zijn klaar voor de cloud en onze partners zijn klaar voor de cloud.
En wat zijn nou belangrijke aankondigingen? Wat mij opviel bijvoorbeeld, ook jullie gaan je storten op analytics, artificial intelligence. Wat gaan jullie daarmee doen? Ja, dat zijn wezenlijke componenten om ervoor te zorgen dat onze klanten de security van de Citrix-omgeving zeg maar, naar een veel hoger niveau kunnen brengen. En dus we kunnen daarmee veel verdergaand kijken in de organisatie, in het gebruik van applicaties en data, wat er eigenlijk gebeurt, wat voor dreigingen dat daar mogelijk ontstaan op basis van behavioral analytics, zoals we dat zo mooi noemen. En de klanten daarmee eigenlijk in staat stellen om veel meer proactief al te reageren op mogelijke situaties die compromitterend zijn, die dreigen te gaan ontstaan. Dus dat is technologie die zeg maar embedded is in de oplossingen van Citrix, zowel in de on-premise als in de cloud omgevingen, waarmee we dat mogelijk kunnen maken. En dat zijn wezenlijke componenten die klanten ook verwachten van een leverancier als Citrix, om daarbij te helpen om de digitalisatie zeg maar verder mogelijk te maken en die werkplek naar de toekomst toe meer mobiel te maken en efficiënter te maken. Er lopen hier veel klanten rond. Als je nou praat met die klanten, met wat voor uitdagingen zitten ze? Wat willen ze van jullie? Nou, die klanten die hebben allemaal uitdagingen ten aanzien van aan de ene kant kostenbesparing van de werkplek. En hoe krijgen we de organisatie zeg maar meer digitaal? En hoe krijgen we de organisatie naar de cloud? Hoe krijgen we de werkplek en de data, de applicaties naar de cloud toe, zodat we ons kunnen concentreren op onze core business, waar we als bedrijf eigenlijk goed in zijn en voor staan. In plaats van continu bezig te zijn om bij te blijven op het gebied van automatisering en de digitalisering van de werkplek. Dus dat zijn denk ik de key elementen. En ja, onze klanten die komen hier vooral om te kijken hoe Citrix ze daarbij kan helpen. Wat voor nieuws we hebben op het gebied van de visie, de overkoepelende visie, Future of Work. Wat wij aan het doen zijn op het gebied van security en wat we aan het doen zijn op het gebied van de cloud. Want daar ligt natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. We hebben al meer dan een jaar natuurlijk een pad naar de cloud voor al onze klanten eigenlijk geschetst. Met Citrix Cloud, maar ook met oplossingen als ZenApp en Zen Desktop Essentials voor Microsoft Azure. Nou, dat is inmiddels allemaal beschikbaar. Dus we kunnen klanten inmiddels een naadloos pad naar de cloud eigenlijk aanbieden. En we zijn nu bezig om daar verder op te bouwen. Mobility daarin te betrekken, allerlei andere diensten daarin te betrekken. En de services die we daarin zeg maar, voor de toekomst hebben voorzien, om die nu ook beschikbaar te maken voor de klanten. Nu lopen hier behalve die klanten ook partners rond van Citrix. Ja. Wat voor rol spelen die partners nu in die strategie zoals die is verkondigd tijdens dit evenement? Ja. Nou, Citrix is natuurlijk een organisatie die van oudsher zeer gecommit is aan onze partners. Onze partners die implementeren onze technologie, onze oplossingen bij klanten. Van oudsher gebeurt dat natuurlijk on-premises. Maar die partners die zijn ook bezig om zich te transformeren in hun rol naar de toekomst toe. En daarover na te denken. En zich te positioneren voor een rol in de cloud. En als een klant naar de cloud gaat, dan betekent dat de klant natuurlijk niet meer de klassieke producten, hardware, et cetera, zal gaan kopen van de partners. Maar het verschuift. Die partners die zullen zich moeten concentreren op het leveren van aanvullende kennis. En de klanten helpen met de implementatie in de cloud. Helpen met het configureren van de werkplek in de cloud. Het beheren van images en applicaties. Dus de rol van de partner die evolueert mee met de hele transformatie die de markt ondergaat eigenlijk naar de cloud toe op dit moment. Nou, en ja, er zijn hier relatief veel partners, ook vanuit Nederland. Dat doet ons natuurlijk heel erg goed. Maar die komen hier specifiek om te kijken hoe die ontwikkelingen zich eigenlijk voltrekken op dit moment. En te leren wat hun mogelijkheden daarbinnen verder kunnen zijn. En als je het nu zou moeten samenvatten, wat willen jullie de mensen meegeven als ze aan het eind van deze week weer teruggaan? Wat we zouden willen meegeven is, Citrix heeft de technologie om je nu in staat te stellen om die transformatie naar de cloud in te zetten. De klant behoudt de regie, de klant die bepaalt wat voor tempo, welke elementen en welke data kan ik
in de cloud vanuit mijn organisatie bezien, kan ik in de cloud onderbrengen en welke wil ik nog on-premise houden. Citrix heeft de oplossing, de technologie en de partners die de klanten daarbij kunnen ondersteunen om die keuzes te maken. En dat in de tempo wat de klant wil en de keuzes die de klant daarbij maakt, succesvol te implementeren. En wij zijn klaar voor de cloud en onze partners zijn klaar voor de cloud. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Ja. Ja.